Onderhandelingen voelen vaak best competitief aan. Wie is het beste? Maar het mooie is, het is geen wedstrijd. Een onderhandeling is juist het idee dat je samen iets te winnen hebt. Ik onderzoek specifiek hoe je onderhandelt met meerdere partijen tegelijk. Hoe wij mensen best wel intuïtief een middenweg kunnen zoeken, moet je de computers stap voor stap leren, bijvoorbeeld door middel van algoritmes. Ik probeer strategieën te bedenken en ook te bewijzen dat die altijd werken. Mijn naam is Tamara Forijn. Ik ben PhD-student hier op het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Universiteit Utrecht. En ik probeer computers te leren om een compromis te sluiten. Als je een strategie bedacht hebt en dat helemaal hebt uitgewerkt hoe dat precies werkt, dan kan je het in een computer gaan simuleren. Dus heel vaak testen. In zo'n test kan je bijvoorbeeld twee verschillende strategieën tegen elkaar laten spelen. Zo kan je aan het einde van 1000 keer of 10.000 keer kijken welk idee het beste werkt. Maar natuurlijk heb je ook veel collega's en overleg je je ideeën en kan je zo tot weer nieuwe strategieën komen. Een deel van mijn onderzoek is ook om met mijn onderzoek naar buiten te treden. Een tijdje geleden mocht ik een basisschoolklas vertellen over mijn eigen onderzoek. En toen ik hen met knoopjes zag onderhandelen, toen dacht ik, hoe tof is dat? Dat zelfs in groep 5 of 6 je met mijn onderzoek bezig kan zijn. Het doel van het onderzoek is dat we beter worden in het coördineren van verschillende onderhandelingen. En dat is best wel complex. Zelfs als mens is het moeilijk om verschillende dingen tegelijk te doen. En dat moeten we ook een computer nog leren. Ik denk dat het onderzoek vooral bijdraagt aan die coördinatie van verschillende contacten. Dus als je zowel met de ene vriend wil afspreken en met de andere vriend, dan hoop ik bijvoorbeeld dat ik niet meer altijd zelf al mijn vrienden hoef te bellen, maar dat gewoon dat geautomatiseerd gaat. En uiteindelijk hopen we dat we een goede strategie bedenken om dat soort onderhandeling met meerdere partijen tegelijk efficiënter en beter te doen.